Hallo iedereen. Het is momenteel 10 september en het laatste keer dat ik heb gevlogd is maar 2 maanden terug en mijn camera doet heel raar. Mijn haast is een beetje warrig omdat ik net de koptelefoon heb gehad, een beetje rode oortjes. Ik ben een video aan het editen die ik van de week heb opgenomen en ik ben wat spullen aan het uitzoeken. Again, ja, again. Ik kan je nu niet hier neerzetten, want het wordt heel donker. Ik ga het toch even doen. En ik ben mijn project Paybak aan het maken. Daar ga ik morgen een video van opnemen, hoop ik. Ik heb morgen vrij rustig ter voorbereiding van een heel druk weekend. En ik heb in dit bakje, die heb ik eigenlijk 2, ook een grotere. Heb je al vaker in een vlog voorbij zien komen, volgens mij. Wat spulletjes op die ik eigenlijk nog in de video wil behandelen, wil ik ook morgen een video van opnemen. En er zitten een paar producten bij die ik nu even wil laten zien, omdat ik eigenlijk ook weer denk van, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik heb namelijk ooit van een limited edition van Essence wat dingen gekocht. En wat echt super leuk is voor bijvoorbeeld mee op reis of zo. Een mini fixing spray. Een jelly primer. Die wil ik wel echt gaan uittesten. Maar ik denk, ja, ik vind dat weer wel zo'n zomer dingetje of zo. En ik ben gewoon heel bang dat ik zo'n jelly primer heel fijn ga vinden. Ik kan hem ook nou even, ja, ik kan hem wel gewoon openmaken. Dus ik kom omdat ik nou zeg dat ik dat niet kan. Ben niet gehandicapt, hè? Want dit is zo'n ding waar ik dan eigenlijk denk, dat ga ik nu toch niet gebruiken. Maar misschien wil ik het wel gebruiken. Het is echt jelly, is wel cool. En dat ruikt echt naar watermeloen. Ja, en het stomme is, dus ik wil dit niet meer in een video gaan gebruiken als in een review. Omdat die collectie niet meer te koop is. En daarom zou ik het normaal weggooien. Voelt niet sticky. Als die nou sticky was, had ik gezegd, ja, dan ga ik hem nu in mijn everyday bakje gooien. Of in een project of zo. Maar ik iets in een project gooien wat ik niet, nog niet heb gebruikt, vind ik ook wel zo raar. Ik heb trouwens wel wat dingen weggegooid waar ik gewoon fixing spray is, waar dan 2 ingrediënten aan het alcohol is. Dat ik denk, nou nee Eline, had je al beter mogen kijken. Jelly Prime, maar is niet sticky. En ik had verwacht dat het sticky zou zijn. Ik ga hem in mijn everyday bakje leggen om hem uit te testen. Want hier wou ik dus iets over vertellen over dit bakje nou even in die vlog. In een stukje van de vlog. Want ik denk dat ik deze dan bij mijn stash ga leggen. Ik had hier nog wat andere dingen. Deze komt ook uit mijn review bakje ook. Maar het was ook volgens mij een limited edition van de Ethos. En vrouwtje heeft hier een hele goede video over gemaakt. En een iets wat uit mijn stash komt, weet ik veel. En deze, die wil ik misschien wel gaan gebruiken. Maar dan ga ik ze gewoon uit dit kokertje halen. Als je het trouwens wilt blazen, kan kloppen. Dat is dus mijn laptop die staat te renderen. Ik vind dit dus echt een super schattige kwastjes. Maar ik wil ze eigenlijk wel een keer gaan uittesten. Om te kijken of ze ook echt fijn zijn. Maar ze zien er mooi uit. Ja, sorry voor de tegenbelichting. Het is ook een vlog, hè. Ze zien er gewoon mooi uit. Dus ik wil eigenlijk kijken hoe ze werken. En ik denk dat ik ze dan bij mijn reisdingen of bij mijn kwasten gewoon ga leggen. Nu gaan ze even in mijn everyday bakje. Gewoon dat ik ze een keer kan uittesten. No hurries. Verder heb ik deze die ik een keer in een video wil gaan behandelen. En ik heb dus dit. En ik vind dit is super irritant dat hier zo'n verpakking omheen zit. Dus ik denk dat ik hem gewoon ga afhalen. Het staat nu in ieder geval op video. Heel leuke verpakking met kiwis. En op de achterkant staan dan de kleuren. Maar hey, doosje openmaken heeft ook de kleuren. En dan zo'n plasticje. Godzakken. Jeetje. Wie heeft bedacht dat dit niet uit de plastic gaat? Nou. Hè? Oh. Was helemaal niet zo moeilijk. Dacht ik alleen even. Wel echt een super colorful paletje. Waarom koop ik dit dan? Ik ga dit toch nooit gebruiken. Ik denk dat ik hier mijn nichtje blij mee kan maken. En het doosje gaat niet fatsoenlijk dicht. Ik ga hier mijn jonge nichtje blij mee maken. Die best wel een keer mag spelen met make-up. Echt. Nou, daar gaat mijn idee. Ik had dus een idee om met een aantal nieuwe dingen een soort look te maken. Toen kwam ik er dus al achter dat ik eigenlijk niet weet of ik een goede foundation heb. Bladibla. Ik heb hier nog een make-up pen. Eyeliner pen van Kiko. Die heb ik laatste keer besteld. Wou ik dus in een video gaan behandelen. Weet nog niet of ik dat ga doen. Een eyebrow designer van Essence. Nou, die wil ik sowieso gaan testen. Ik denk dus dat ik morgen een look ga maken met in ieder geval die. En ik heb dus van een Kiko, ja inmiddels dus denk ik limited edition, nog 2 bronzer en blush denk ik. Wil ik denk ook wel een keer een video behandelen, maar komt een beetje in hetzelfde rijtje deze dan voor. Want hoe vaak ga ik dat dragen?
En ik denk dat ik morgen dan een look ga maken met onder andere dat eyebrow designer ding. En met hetgeen wat misschien al langs in dit bakje ligt. Deze Anna set. En er staan echt mensen hier recht voor om dingen te praten. Dat is fucking irritant. Ik ga ergens anders praten. Ik ga even snel spieken. Ik ben natuurlijk al veel te lang aan het praten. Net is mijn rem er ook al afgelopen. Kan ik een nieuw bestandje openzetten? Jongens, jongens, jongens. Lipstick, lipgloss, oogschaduw en glitter. Nou, die glitter ga ik niet gebruiken. Maar dan kan ik denk ook kijken, ben ik rustig, of ik dit gesloopt krijg. En dat ik dit bakje nog voor iets anders gebruik. Want ik vind dit bakje wel echt heel leuk. Maar neem zoveel ruimte in beslag. Ik weet het niet, jongens. Ik denk, ik ga even een drastisch besluit nemen. Dat ga ik dus morgen doen. Die look, dat staat vast. Ik wil hier nog een keer een vergelijkvideo mee maken. Ja, sorry voor echt voor het licht. Of ja, voor het diepe licht eigenlijk. Hier nog een keer een vergelijkvideo mee maken. Nou, dat komt ook nog een keer dan naar voren. Ik ga morgen ook kijken of ik mijn update kan filmen. Zet jullie daar hier neer. En ik denk dat ik gewoon deze eyeliner in mijn stash ga leggen. En ook deze twee. Toucan Sunshine, Radiant Bronzer en Blush. Als ik ze dan een keer wil gebruiken, dan moet ik ze maar gewoon een keer gebruiken. Klaar. Maak het jezelf niet te moeilijk, Eline. Trouwens wel echt super leuke verpakkingen. Dit lijkt ook echt net een blush, maar het is dus echt een bronzer. En dan ga ik die wel een keer gewoon in mijn Shop My Stash-achtige video in de blush. Ook zo'n leuke verpakking. Ga ik ze dan wel een keer gebruiken. Misschien vind je het ook wel leuk om een keer, als ik bijvoorbeeld een Shop My Stash opneem. Sorry, trouwens wordt echt donker en ik heb weer even geen licht. Als ik een Shop My Stash ga opnemen, dat ik dan bijvoorbeeld een look ga maken uit mijn maandelijkse everyday bakje. Maar voor nu ga ik me dus even focussen op, ja, eigenlijk maar één product en dan een keer een versus video. Mijn hoofd explodeert. Maar ik wil gewoon ook even vloggen, dus ik weet niet uit hoeveel dagen deze vlog bestaat. Maar ik vind het editen vind ik nou weer heel leuk. Ik vind opnemen heel leuk. Ik ben echt in zo'n weer zo'n flow. Wat ik dan minder leuk vind is dan video's van langer terug gaan editen. Ik ben ook weer een lijstje aan het bijhouden met uit hoeveel fragmenten een bestand bestaat. Hoe lang die duren, wat het doel is daarvan en hoe lang ze uiteindelijk duren. En ik denk dat de opruimvideo een half uur gaat duren. Die duurt nu ongeveer 21 minuten. En ik moet nu nog een bestand van een kwartier die ik naar 10 minuten wil zetten. En ik moet nog een bestand van 1 minuut 20. En dat wordt gewoon denk ik een aftiteling. Dus, hoe zeg je dat? Dus ik wacht dat die een minuutje gaat duren. Dus dan kom ik ongeveer op 30 minuten uit. Met dan zeg maar die, als die ene 10 minuten duurt. Iets minder. Oh, anders ga ik gewoon nog een keer. Ik ga sowieso nog een keer eroverheen als ik alles aan elkaar ga plakken. To be continued. Morgen heb ik een rustige dag. Even kijken of morgenochtend denk ik een maskertje ga doen. En dan ga ik gewoon lekker mijn make-up doen ofzo. Terwijl ik het opneem. If you snap my point. En verder ga ik gewoon even lekker een beetje ontspannen. Ik heb dadelijk nog een gesprekje staan. Maar het wordt nu ook een beetje donker. Dus ik moet daar ook even de lamp aan gaan zetten. Minder leuk. En het is september, dus het is weer kaarsjesseizoen aan het worden. En dan wordt het volgende week weer 2 dagen 30 graden. Ik snap echt helemaal niks van. Welkom in Nederland. Maar ja, ik ben dus nu wat dingen aan het opruimen. Nog steeds, alweer, hoe je het ook wil noemen. En ik ga zaterdag, dat is dus overmorgen, ga ik naar Duitsland. En eigenlijk, mijn doel is dus voor, dus even morgen, voor zaterdag. Heb ik ook nog zaterdag tot ongeveer 11 uur de tijd voor. Om dit, wat allemaal nu nog op de grond staat, om dat allemaal weg te werken. Want ik kom er nu ook gewoon niet meer doorheen. Oh ja, ook nog iets. Oh man, ik ben bang dat dingen gaan vallen. Ik heb dus deze weer gevonden. En ik zeg weer, omdat ik die al 1000 keer vind. Een video met opruimen. Ook alle 100.000 die ik niet heb opgenomen. Kom ik dit tegen. Hier wil ik ook nog een video mee maken. En ik weet het even niet zo goed. Het is super leuk, zo'n grote doos. Maar het past letterlijk nergens. Het past niet in zo'n vak. Het past niet in... Het past echt nergens. Dus ik wil hier ook snel een video mee maken. Onder het mom van. Dan kan het in ieder geval dit eruit. En wat ik dan met de hart ga doen, dat zie ik dan nog wel. Misschien breng ik het naar het hok of zo. Maar dan kan ik in ieder geval iets met spullen erin zitten. Dus dat komt dan binnenkort aan. Als het goed is. Want dat is prioriteit. Om dingen. Dat is prioriteit dus. Om dingen die ik nu nog heb liggen. Om die eerst online te gooien. Projecten, opgemaakt video's. Een beetje de standaard dingen en dus dingen die ik nog heb liggen. Dit is heel lastig praten. Maar ik ga ook nu stoppen voor nu voor dit vlogfragment. Ik vind het belangrijk om ook even af en toe met jullie te kletsen. Zonder dat ik iedere drol een update maak. Want dat is het meer. Ik wacht nu de hele tijd op
dat ik een update kan maken. Maar ik ben dus nu bezig met die opruimvideo. En dan moet ik even kijken wanneer die online komt. Maar ik hoop trouwens, dus de kans is aanzienlijk groot, dat de Duitsland shopblog toch maandag al online komt. Want dan ga ik zaterdag naar Duitsland. En dan ga ik, als het goed is, die zondag opnemen die video of editen of allebei. Ligt er een beetje aan of ik zaterdag nog tijd heb om dan... Waarschijnlijk heb ik zaterdag nog wel tijd om de video op te nemen. En dan ga ik dus zondag editen. En dan kan die ook meteen zondag online. Of inpennen. Maandag online. Misschien is later maandag. Maar niet pas woensdag of zo, wat ik in eerste instantie dacht. Dus dat is fijn. En het is ook fijn, want ik was dus... Die video die ik dus nu aan het editen ben, die moet online staan voordat deze online komt. Dat ben ik van mezelf. Maar die tandpasta stiek is nog aan het liggen. Die andere is al op. En deze denk ik morgen op. Want die zit echt een heel klein beetje in. Wat ik trouwens wel stom vind, is dat deze... die heb ik toen ook bij de Albert Heijn voor 1 euro gekocht, omdat die denk ik uit het sortiment is. Die wou ik toen al een keer proberen toen ze net nieuw waren en zijn dus nu alweer weg. Ik snap dat niet. Dit is wel echt een super fijn tandpasta. Ik ben benieuwd of in Duitsland stond iets met krauter of zoiets. Of dat ook kruidnagel is. Anders heb ik wel een goede vervangmachine. Dus ik ben benieuwd of die een beetje in de buurt komt. Maar hey, daar hebben jullie helemaal lang gehoord. Want ik heb de Duitslandse blog al online. Ik ga verder met editen. Adios. Bye. Het is vandaag 17 september. En ik heb net de Action Shoplog geëdit die, als het goed is, de 28e online komt. Die ga ik nou laat stukjes aan elkaar plakken en dan ga ik hem renderen. Super lief, want in deze vlog, dit wordt denk ik een wat langere vlog. Ja, tenminste, ik neem aan dat ik ergens wel... Als het goed is, ben ik nu al voor begin oktober aan het doorwerken. Wat wou ik zeggen? Ik ben dus nu voor begin oktober aan het doorwerken. En lieve vrouwtje, lieve vrouwtje, die gaat een deze dagen waarschijnlijk na haar werk naar Duitsland om voor de adventkalenders te kijken. Dan wil ze ook voor mij adventkalenders meenemen. Zo lief. Maar ik moet even aan mijn ouders vragen of die misschien een deze dagen kunnen rijden daarheen. Of dat we het kunnen combineren, dat ik even met vrouwtje overleg. Oké, wanneer? Komt uit en wat komt ook bij mij uit. En ik ga vragen of ze ook even in de vlog wil. Vind ik leuk. Vind ik toch een soort van... Ja. We zouden natuurlijk eigenlijk al begin van het jaar gaan opnemen. En nu het weer allemaal een beetje mag. Al liefde voor vrouwtje. Maar staat haar hoofd er niet echt naar. En ik begrijp dat heel goed. Vrouwtje en ik gaan al best wel way back samen. En ja... Ik vind het dan leuk dat we toch een keer samen gaan filmen. Maar ik begrijp ook dat er nog even moet wachten. En voor mij heeft het ook geen haast. Maar ik vind het dan wel leuk als ze toch even in de vlog voorbij kan komen. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Lijkt me gewoon heel leuk. Dus dat. En ik heb net wat dingen besteld voor hier achter dat plankje. Die wil ik ook in deze vlog gaan verwerken. Ik zit trouwens naar dat schilderijtje waar ik dus bij de Action heb gekocht. Er zit nog steeds een verpakking mee. Die moet ik er eigenlijk ook even vanaf halen. Ik ga nu de video renderen. En dan ga ik hem duidelijk inplannen. En ik moet misschien nog wat dingetjes hier opruimen. Dus ik ga daar denk ik even vragen of iemand mij uit de chaos kan helpen. Ik zou eigenlijk vandaag, het is vandaag donderdag, ik zou eigenlijk vandaag dagbesteding hebben. Maar ik kreeg ik had vannacht echt super slecht geslapen. Dus ik vond het heel moeilijk om te gaan. En toen had ik me net zo ver gekregen dat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En toen kreeg ik een berichtje van de dagbesteding. Dat degene bij wie ik zeg maar de lessen volg, dat die plotseling naar huis moest voor omstandigheden of zo, weet ik, voor onverwachte omstandigheden. Zoiets was het. Dus uiteindelijk ging het niet door. Nou zou de tweede fase zou wel door kunnen gaan door iemand anders. Maar ja, dat vind ik gewoon moeilijk. En ik had toch al een beetje in mijn hoofd van dan ga ik misschien proberen om alleen de eerste ochtend te doen. En dan zou ik ook een beetje met vervoer zitten en zo. Dus dat is allemaal voor mij niet echt handig. Morgen heb ik een zware dag met mijn ouders erbij. Of ja, morgen heb ik een beetje een lastige dag, een intensieve dag denk ik. Waar ik dus al een paar dagen heel erg mee bezig ben. Vandaar dat ik gewoon vandaag even wat beroep moet doen op andere mensen. En daar heb ik een afspraak met mijn ouders. En dan ga ik ook naar mijn ouders toe. Dus ik verwacht niet dat ik morgen mijn camera meeneem. Ik neem denk ik wel mijn laptop mee. Dat ik misschien nog wat afleveringen ga kijken. Ik ga niet te veel doen. Ik blijf dan ook s'avonds eten. En misschien blijf ik ook slapen. Maar dan moet ik even kijken. En zaterdag ga ik een spelletje ophalen. Want als het goed is komt morgen. Op het moment dat ik dit film. Morgen de Mario 3
3D-collectie, 3-in-1 collectie, All-Stars. Ding komt uit, ja, die kunnen we dus morgen niet ophalen, maar die hoop ik zaterdag te kunnen ophalen. Zaterdag ga ik Wie is de Mol kijken. Zaterdag komt als goed naar de Freshbox binnen. En ik hoop dus ook dat één deze dagen, want ik denk dat het pas de komende week gaat zijn. Hoop ik ook dat mijn postertjes binnenkomen. En ik zie dat deze camera bijna leeg is. Dus ik ga hem denk dat ik even een oplader leggen. De hele dag al hoofdpijn. Maar ik vind het gewoon vandaag even allemaal lastig en spannend. En ja, dus dat. Nou, wat is dat een beetje weer voor vandaag? Ik wou even jullie wel updaten. En ik weet al niet wat ik heb gezegd. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het gewoon vastgelegd. Dus. Ik ben weer een plan aan het maken voor mijn video's. Ook wat realistisch is, zeg maar. Ik hoef nu in september niks meer online te hebben staan. Behalve dan dadelijk deze Action Shopper ga ik daar inplannen. En 5 oktober moet de opgemaakte video online zijn. Die moet ik gewoon eind september, begin oktober opnemen. En dat gaat tot nu toe ook best hard. Hier staat mijn bakje. Ik heb even een ander bakje gepakt. Ja, en ik had even wat drinken. Maar ik ben mijn septemberproject aan het doen door Penning with Rachel op Instagram. Die had bedacht om Sept Sample te doen. Ik denk dat ik die volgend jaar ook weer ga doen. Het ligt een beetje aan hoe hard mijn samples gaan. Maar dat is natuurlijk wel iets waar ik me op wil focussen, sowieso al dit jaar dus. Komt als geroepen. En daarvoor heb ik ook nog dit prachtige bakje. Dat moet ik hem terugleggen in de badkamer. Met samples waar ik me op wil focussen. Dus dat. Ik moet even kijken of ik vanavond of zo nog wel kan filmen, maar ik ben er een beetje klaar mee. Het wil helemaal niet zo lukken. Oké, vloggelientjes weer in de house. Zoals je ziet heb ik net een look opgenomen. Ik heb net deze look, ik weet niet of veel online staat als deze video online komt, deze look opgenomen. Mocht die nog niet online staan, raad waarvoor deze look was. En je winnen een applausje. Ik zit eigenlijk te denken, het is op dit moment 21 september, het is officieel herfst! Aan pompoenen in beeld. Oké, ben ik blij mee? Ben ik leuk? Het is herfst. Yay! Oké, ik vind het dus leuk om deze periode. Ik weet niet of ik daar ga vloggen. Misschien wat sfeerbeelden of zo. Ik weet niet of het allemaal in deze vlog komt. Maar het is nu herfst. Hoe leuk is het om toch minimaal 1 keer per week even een boswandeling te maken? Ja. Ik heb er echt zin in. Oh man! En ik ben helemaal in mijn... Het is vandaag best wel warm, maar ik heb gewoon een lekkere trui aan. En ik weet niet, ik vind het leuk. Kijk dan hoe herfstig ik gekleed ben. Oké, ik snap dus niet hoe dit werkt. Jongens, help mij. Dit touwtje zit eraan vast. Aan die broek. En als ik het hier overheen doe, dan ziet het er echt uit alsof ik een knobbel heb. Maar kijk! Hoe leuk een herfstige outfit is dit? Oh ja, dan ben ik natuurlijk weer te lang als ik op de ding sta. Kijk, hoe leuk en rustig outfit is dit. Ja, ik vind het leuk. En ik heb dus echt zin om naar de bossen te gaan. Ja, het nadeel is, ik kan, mag niet alleen. Misschien kan ik de ene keer naar de bossen, de andere keer naar de hei. En volgens mij krijgen we nou ook al tot de hei. Met champignonnetjes, paddenstoelen. En zo is. Ik heb dadelijk nog een leuke afspraak. Die is echt letterlijk een half uur geleden dat we hebben bedacht dat we een afspraak hebben. Maar ik ben een quiz aan het maken met iemand hier van de begeleiding. En dan gaan we daar nog even zitten. Vanmiddag moet ik weg. Ik heb wel een afspraak. Morgen heb ik een afspraak, morgenavond. Morgenavond is ook van Pokémon Spotlight Hour. En ik weet niet, foei, welke Pokémon er morgen in Spotlight Hour is. Oh ja, en deze week is de collectenweek. Sparrow, oké, leuk. Mijn mama is donderdag jager en daarvoor gaan we woensdag op surprise party. Als goed gaat vrouw morgen naar de DM. Voor die adventkalenders. Dus ik denk dat ik dan haar vandaag even via Insta een berichtje stuur. Met of het oké is als ik dan woensdag probeer een datum te prikken. Maar ik weet niet wanneer zij moet werken en hoe lang. Dus het is natuurlijk niet handig als zij woensdag bijvoorbeeld een nachtdienst heeft. Want dan moet ze gewoon echt zorgen dat ze het bijslaat. Tenminste, dat lijkt mij. Ik ken hier iemand. Hier, vriendin van mij. Haar vriendje, die werkt ploegendiensten. En die werkt 2 dagen 's ochtends, 2 dagen overdag. 2 dagen nachtdienst en dan heeft hij 4 dagen weekend. Dus ik neem aan dat als je nachtdienst hebt, dat je dan even moet bijtanken. Ik had al gevraagd of ze voor de komende dagen de rooster al heeft of dat ze vaste dagen werkt. Dus ik heb er nu gebericht dat ik woensdag wel kan overleggen of ik ergens deze week kan ophalen. Oh man, ik weet nog niet hoe laat wij woensdag naar mijn ouders toe moeten. Oh man, ik heb morgen zo'n drukke dag. En ik ben gisteren begonnen met Monster Hunter te spelen. Die was in de sale bij de Nintendo Shop.
Omdat in maart, denk ik, komt nieuwe Monster Hunter uit. En dat is mijn vriend nogal lyrisch over, maar ik ben meer benieuwd naar... in de zomer van 2021 komt Monster Hunter Stories 2 uit. En daar ben ik meer benieuwd naar. Maar ik ben dus nu Monster Hunter aan het spelen om te kijken of ik dat leuk vind. En ik vind het best leuk. Ik heb nog zeg maar echt het begin gehad. Maar het idee en hoe het eruit ziet vind ik leuk. Oh. Huh? Vrouwtje heeft gebeld. Maar ik weet niet of het voor het rooster is of de adventkalenders. Ze zijn er nog niet. Ik hou even contact met Vrouwtje en ik zie wel. Ja, nou, ik hou jullie ook op de hoogte. En ik ga af en toe een beetje vloggen en zo. En wat wel echt super fijn is, is ik kan nu gewoon, omdat ik deze dagen dus best wel druk heb. Ben. Druk gepland heb. En ik ben druk. Ook hyper, maar ook... Mijn agenda staat redelijk vol voor deze week. Vooral voor deze eerste 2-3 dagen. Maar dan kan ik in ieder geval rustig aan mijn video's. Want ik heb... Ik heb mijn video's al eigenlijk voor deze hele maand vooruit gepland. Maar dat heb ik volgens mij al eerder gezegd. Mijn concentratie begint weg te zakken. Dus ik denk dat ik dadelijk even iets moet eten. Al is dat nog een beetje vroeg voor. Ik denk dat ik dadelijk gewoon even voor die quiz moet gaan zitten. En misschien dat ik dadelijk even terugkom. Maar ik denk het niet omdat ik dadelijk helemaal in de hurry zit. Dus ja. See you another time. Bye. Het stinkt hier echt enorm. Ik ben net van mijn videokamer, werkkamer, rommelkamer, hoe je het ook kon noemen, af. Dat was de enige kamer tot nu toe waar het een beetje te houden was. Maar er was net, ik was even douchen vandaar dat mijn haar zo raar zit. Dit is de woonkamer. Er staat een aromaverstuiver aan. Ik ga zo even proberen om Mario te spelen. Maar de slaapkamer, jongens, die stinkt me een partij. Er was hier net dus in de buurt ergens brand. En het nadeel met zo'n soort luchten en met prei en zo, hier ergens zit ook een preikweker of een groentekweker, weet ik veel. Maar met name met dat soort luchten is, je merkt het pas op het moment dat het eigenlijk al helemaal in je huis zit. Het lijkt net alsof iemand hier een asbak heeft leeggegooid. En nu is het even tijd voor iets serieus, want ik ben dus best wel een beetje... Daar heb ik weer een gestreept shirt aan. Ik was niet van plan om te gaan filmen vandaag. Ik heb best wel een beetje traumatische ervaring met brand. Gelukkig niet zo traumatisch als andere angsten van mij. Toen ik op de basisschool zat, toen ik naar groep 3 ging, toen stond mijn school... Ik ga er helemaal van stotteren. Toen stond mijn school in de fik. Het boek van Jacques Vriends, De School is Weg, is gebaseerd op mijn school. Jacques Vriends was ook een hele goede kennis van mijn oud-directeur van mijn basisschool. Dus wij hadden regelmatig Jacques Vriends op bezoek. Sterker nog, we hadden minimaal 1 keer per jaar, tot op een bepaalde hoogte, minimaal 1 keer per jaar Jacques Vriends op bezoek. Incognito. En we hadden gewoon Jacques Vriends wel eens ooit bij ons podium met nieuwe boeken en zo. Maar volgens mij hebben we zelfs bij De School is Weg meegeholpen aan karakters. Maar De School is Weg is gebaseerd op mijn school. En ik heb dat boek nooit... durven lezen. Gewoon omdat ik kon het niet. En nu die geur zo heftig bij mij komt. Misschien begin ik het nu pas echt een beetje te beseffen niet. Want ik weet heel goed wat er is gebeurd. En ik weet niet. Het is best wel een indringende geur. En ik krijg het wel even een beetje benauwd. Laat ik het daarop houden. Oké. Dus de aromaverstuiver staat aan. Ik zit te denken omdat ik even met een parfum. Ik heb nog een parfum staan van. Komt die? Oh man. Ik ruik het weer. Ik heb zo'n parfum staan van Bambi. Dit is niet oké. En die draag ik toch nooit. En we hebben dus alle ramen dicht moeten doen. Normaal zou ik zeggen even luchten. Er is geen NL Alert of zo uitgegaan. Maar deze geur is niet oké. En ik durf nu ook niet zo goed kaarsjes aan te zetten. Oh, ik loop er ook lekker doorheen. Nou ja, ben ik in ieder geval in geur. Ik weet niet of je het kunt zien, maar deze kamer staat ook helemaal zwart. Van de rook. Of het is gewoon... Maar ik hoor dus dat het alweer... over is. Even kijken. Ik ga even buiten ruiken. Want ik denk dat de doorluchten beter is. Want als die brand is opgehouden. Serieus, ik ruik buiten niks. Doorluchten dus. Nee, ik ruik buiten echt niks. Dus het is beter om door te luchten. Denk ik zo. En ik heb gespreid. Dus we shall see. Soms hè, dan wil ik zo'n home parfum. En dan denk ik, nee, heeft toch geen nut. Maar nu denk ik, ik heb nog van die stokjes. Maar deze vergeet ik. En ik heb toch dingen die niet echt veel doen. Oh man, ik heb jullie op een stukje van de statief laten staan. Oh, maar die is ook wel heel sterk. Deze omgedraaid, aromaverstuiver aan. Even tijd om te chillen Mario te spelen. Het is as we speak, 7:45. En ik ga over een uurtje, 3 kwartier lopen.
Ik vind het een beetje creepy. Maar wie ben ik? Ik heb dus net even gedoucht. En even snel wat simpele andere kleertjes aangedaan. Omdat ik dacht, ja, why not? Doe ik daar kan vest aan of zo? Ik weet het niet. Ik moest het gewoon even kwijt. Omdat ik dacht, er gebeuren dingen in mijn leven. Verrassing. Ja, dat. Oh ja. En Frauke had dus gebeld en die waren dus niet leverbaar. Nu heeft ze besteld om of af te halen. Want weet dus niet of ze nu überhaupt leverbaar zijn in winkels. De adventkalender is een lekker sprongetje. Ik hou even met vrouw contact. Dit is de planning voor nu. Dus ik ga jullie wel lekker terug zitten op jullie plekje. Adios. Oké, hallo, hallo, hallo. There we are again. Ik was Mario aan het spelen. Het is nu 1:30 bijna, 2:50. En dan kwam net mijn pakketje binnen van de posterstore. Dus ik dacht lekker wakker, leuk kokertje. Maar nee hoor. Maar ik dacht het is wel leuk om er even samen uit te pakken, toch? Oh, maar dit is ook helemaal... Ik dacht, dit is zo'n mooie plastic koker, maar dit is karton. Ik krijg helemaal weer ranzig en beschadigd. Maar ja. Dan denk ik dat dit de bovenkant is. Ja, oh nee. Kijk hoeveel frommelte erin zit. Ik mag hopen dat dit de poster niet zelf is, maar dat hierin zit of zo. Ik weet niet, maar dat vind ik dan weer zonde. Ik heb dus bij de posterstore besteld en dit is de eerste keer dat ik daar heb besteld. Ook gewoon vastgeplakt. Nee, dat kan toch niet zo zijn dat dit dan de posters zijn. Dit beschadigt helemaal. Lekker positief weer. Nee! Oh, was ook niet goed. Koop! Eline, je zeurt. Ja, I know. Oh nee. Ik ga zo opgelucht zijn als dit. Oké, het is een papiertje. Maar... Oké. Ik moet niet klagen. Niet zo gestrest, joh. Oh, het is ook helemaal zo opgerold. Oh, wat lelijk. Het is helemaal zo vies gerold. Kijk dan. Dat is toch zonde? Nou, ik vind het echt zonde. Oké, ik ga het jullie wel gewoon laten zien. Ik heb deze. Dit is een soort herfsttafereel waterval. Ik vind de kwaliteit echt heel mooi, maar ik vind het gewoon zonde dat dit dan zo opgerold is. Dit is een winters... tafereeltje. Nou, ik vind het echt stom. Dit is van Disney. Run the World. En dan allemaal Disney prinsessen. Jullie kunnen er niks van zien. Maar ik hoop dat hier nog een soort van verzorgingsding in zit. En deze vond ik ook heel tof. Een leeuw in zwart-wit. Oh, dat was dus de A4. En dit is de kleine. Oké. Nou ja, misschien dat ik hier dan nog een klein... dingetje van ga kopen. Want ik denk niet dat die in de andere lijst past. Dan pak ik me dadelijk bij. En mijn factuur. Die zijn allemaal een tientje. 9,95. En die kleine van het hert. Van de... Volgens mij is dit van Harry Potter. De... Oh man. Ik kan het 100 keer zeggen. Maar nu even niet. Patronus. Maar die was 5,95 euro. En dan heb ik nog korting gehad. Nou, ik ga even denk ik hiermee bezig zijn. Ik zweet me trouwens echt helemaal kapot in dit. Dat is niet normaal. Ik ga even kijken wat ik... Hoe zeg je dat? Even kijken of ik wat dingetje in die lijstje kan doen. Ik neem jullie lekker mee. Maar ik vind de verzendmethode vind ik niet zo chill. Ik denk dat als ze er bij wijze van spreken een soort van briefbuspost van hadden gemaakt. Het plat in een doos hadden gedaan. Dus gewoon... plat papier in plaats van oprollen. Wat dat beter was. Dus eventueel met van die vloeipapiertjes ertussen. Had het ook niet per post hoeven gaan. Kon het gewoon door de brievenbus. Ook post. Ja, dat weet ik. Kijk, dan heb ik deze. En als het goed is, is dit heb ik gemeten. Maar dat zal dan wel weer de bedoeling zijn natuurlijk. Zo lelijk jongens dat dat zo opgerold is. Past ook niet lekker. Ik ga gewoon kijken als ik een gewicht op... zet. Jullie kunnen mij waarschijnlijk niet zien. Ik vind het niet heel mooi, omdat hij er best wel een beetje scheef in zit. Oh, hij is ook al een beetje nou aan het verkreuken. Wacht. Ik ga hem er even uithalen. Teleurstelling een beetje dit, maar... misschien valt het nog te redden door er gewoon gewicht op te zetten. Ik ga hem gewoon denk ik zo even ondersteboven leggen en dan ga ik er zo gewicht op zetten. In de hoop dat dat gaat werken. Dat vind ik niet leuk. Dan mocht het maar gewoon weer deze erin. Oké, set. Dit ding. Dat. Hoe zeg je het? Dat
dat die niet klopt qua afmeting. Dat houtje. Terwijl deze er wel bij hoort. Ik weet niet. Het lijkt alsof die los zit. Nou, ik vind deze helemaal niet mooi. Oké, poging 2. Deze. Moet ik eigenlijk zo'n schroevendraaier hebben, anders sloopt mijn nagels. Ja, en ik dacht, ik ga daar geen dingen bestellen, want het is allemaal super duur. Lijsten daar zijn ook al snel 10 euro. Maar ja, achteraf gezien, misschien hebben we een speciale afmeting. Mocht iemand nog een leuke site weten voor posters, let me know. Ik hou wel van een beetje ook thematische dingen, dus ja, ik zag bij posters toch echt heel veel leuke. Maar ik begin nou toch een beetje te denken van, als ze niet zo zuinig zijn met hoe ze dingen versturen en zo, dan, ik weet niet. Toch een beetje. Als je wel goede ervaring hebt met posters, dan laat het me ook zeker even weten. Ik wil deze wel bewaren. Maar kijk, als jij zo'n plaatje hebt en je legt hier een vloeipapiertje tussen en je doet het dan tussen twee stevige vellen en dan in zo'n soort briefbus envelop. Ik snap niet waarom ze dan moeten opholen. Zonde, kijk dan hoe verfroemfruit pakketje dit is. En dan ben je daar 35 euro of zo aan kwijt. Maar ik hou dus wel een beetje van thematische dingen van Disney, Pokémon, Harry Potter, dieren, maar ook dit soort dingen. Ja, dit kan. Nee, eigenlijk zou dit niet moeten kunnen, maar. Maar dus, mocht je tips hebben, let me know. I wanna know. Als ik nou de dingen probeer in te leggen, dan wederom de achterkantje, de houtje, dan gaat dat, die poster gaat mee. Dus ik iedere keer helemaal lopen frutten waar die nou klem zit. En als ik dan probeer om het er weer in te krijgen, dan vloekt hij er weer aan de andere kant uit. Echt heel irritant. Rustig blijven, Eline. Hij zit, maar zit hij ook goed? That's the question. Ja, op zich. Zo mooi. Maar ik denk dat ik gewoon ben bij de action meer van deze lijsten moet gaan halen. Maar dus, mocht jij tips hebben voor lijsten, voor posters, let me know. Ik wil eigenlijk het liefst afwisselen. Maar ik vind 2 of 3, we zien het nou net niet, maar hier zo achter op die plank vind ik wel leuk. Lekker in een themaatje. Ik vind nu herfst leuk. Maar ik dacht dus ook, als ik dan bijvoorbeeld zo'n herfstding en dan bij wijze van spreken, ja, die Harry Potter die dan nou ligt. Of dadelijk als het een beetje winters is of misschien natuurdingetjes. Kijk, als ik dit bijvoorbeeld heb in de winter, dat is ook wel mooi. Ik hou een beetje van die rustige kleuren en blauw en zo. En dit is in mijn ogen heel erg tijdloos. Ik hou ook wel een beetje van die astrologische dingen. Ik ben zelf waterman, dus dat vind ik ook leuk. Ik hou heel van blauw. Eerste indruk van poster store is niet heel overtuigend. Laat ik het daarop houden. Maar ik dacht ook iets van misschien een quote of dus iets speels of I don't know, maar... Maar die ziet er wel leuk uit. Het is wel ver weg, dus misschien moet ik toch een grotere lijst nog hebben. Heb je tips? Let me know alsjeblieft, dankjewel. Ik ga voor nu denk ik dan maar de posters dan ergens onder leggen. Kijk eerst even hoe die andere eruit komt. Maar ik vind hem een beetje teleurstellend. Ik was zo enthousiast hierom, het ging al mis toen ik dus zag hoe het verpakt was. Yes, so be it dan. Ik heb honger en ik wil vanavond soep maken. En dan moet ik eigenlijk nog maken. Maar vanavond nog een drukke avond. Dus ik ga nu even chillen. En even plassen. En even kijken of ik iets kan eten. Iets kleins. En misschien tot dadelijk. I see you later. Oké, ik ben even de setting aan het aanpassen, aanzetten. Ik heb oortje in omdat ik voor het eerst een stukje ga opnemen. Ik wil want voor mezelf of op YouTube, ik weet het nog niet, iets bijhouden voor mijn gitaar. Ik dacht ik ga het gewoon proberen. En aangezien als ik het dan op YouTube wil, ik ga hem proberen een beetje mee te zingen. Maar dan mag ik natuurlijk niet de oorspronkelijke audio gebruiken. Want dan wordt die geblokkeerd en heb ik geen zin in. Maar ik weet nog niet of ik het als video voor YouTube ga doen. En nu zie ik dat deze batterij bijna leeg is. Dus die ga ik daar ook even aanpassen. En ik ga hem even zetten. Hoe ik wil gaan zitten. Of zo. Is dat een tin? I don't know. Kom zo terug. Of ja. Mijn eerste stukje zit er nu op. En ik denk eigenlijk dat ik het wel wil gaan editen. Maar ik ben gewoon heel bang voor mijn eigen gezang. Ik kan mijn eigen zang. Ik heb het idee dat het heel vals is of zo. Ik weet het niet. Ik heb het bijna een half uur gespeeld. Dat is ook wel fijn. Want dan kan ik dus zien hoe lang ik speel. Dus ik kan het sowieso opnemen. En misschien ooit een keer een compilatie maken. Maar het is wel fijn dat ik weet hoe lang ik dan heb geoefend. Ik ga denk ik even op mijn tablet nog een dingetje opzoeken. Ik heb wel met hindernissen gespeeld, maar mijn oortjes zijn eigenlijk een beetje dood. Eentje loopt dit te kraken en met geluk doet hij het en dan doet hij het ineens weer niet. Dus ineens springt dat ding aan en de andere keer doet het niet. En dan gaat hij weer kraken. Dan moet ik een keer met andere oortjes spelen. Ik heb ook mijn vlogbestel nog helemaal niet op mijn computer gezet. En zo. Die vlog duurt waarschijnlijk ook wel oneindig lang, maar ik ga er gewoon weer kritisch naar kijken. En ik ben nu met de vrouw dus in gesprek over af te spreken en zij dacht wel even van ja, misschien is mijn vader dan thuis, maar ik vind het natuurlijk heel leuk om haar gewoon even hoi te zeggen. Ik ga nu gewoon even chillen. Even met de tablet.
muziekjes luisteren proberen. En misschien nog wat dingetjes opruimen. Ik heb trouwens net nog wat dingen geshopt. Voor beauty product heb ik 2 dingen gekocht. Ik heb deze Air Volume Mega Mascara van L'Oreal. En ik was op zoek naar foundation, omdat die andere foundation gewoon echt niet mijn kleur zijn. Ik kan ze wel mengen, maar toen dacht ik, kan ook gewoon een nieuwe kopen. Dus ik heb de, ik kon geen fatsoenlijk foundation vinden, alleen maar mat. En van Essence had je van die dingen waar je de verpakking, zeg maar, niet kon zien hoeveel erin zat. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus ik ging naar eentje die ik vroeger heel veel fijn vond. Heel erg fijn vond en veel heb gebruikt. De All Matte Plus. Volgens mij had ik nog de All Matte vroeger. En ik heb de kleur Cullen Nude Beige gepakt. Kleur 20. Ik dacht, als hij te donker is, kan ik wat de lichte erin doen. Als hij te licht is, kan ik wat de donker erin doen. Dus ik wil even kijken hoe die eruit zag. Nou, op zich. Ik denk dat hij wel aardig in de buurt komt. Misschien iets aan de lichte kant. Ruikt wel echt lekker. Yummy, jeugdsentiment. Nee, ik had dus vorige week ook echt even lekker lopen tutten. En dat vond ik wel fijn. Dat wil ik meer gaan doen. Vorige week was maandag volgens mij zelf. Anyways, bye. Halleluja. Het is zondag 17 september. Het is 7:50 en het is knijterdonker buiten. Vind ik niet leuk. Ik heb mijn jas nog aan, as you can see. En mijn batterij is nul bijna leeg. Dat kan echt niet. Ik kom net van Vrouwkje af. En ik natuurlijk met mijn goede bedoelingen. Ik zal ook eens een keer goed, wow, goed voorbereid zijn. Ik zei het laatst tegen jullie. En ik had Vrouwkje ook al gezegd, oh, ik neem mijn vlogcamera wel mee. Dus ik heb mijn vlogcamera helemaal opgeladen. Maar dan heb ik vandaag wel echt mega hectische dag gehad. Ten eerste, oh hallo. Uitslapen is niet mijn ding. Ten tweede had ik dus vandaag wel gedaan. Niet zo handig. Ten tweede, best wel wat opzichtproblemen. Een lekkere wandeling gemaakt. Maar toen voordat we gingen wandelen, kwam ik erachter dat mijn scherm in één keer tijdens de render op groen flikkerde van mijn laptop. Vond ik raar, dus mijn vriend de IT'er wou er even naar kijken. En volgens mij de hele middag kwijt. Wil dat niet lukken? Ja, hectiek. Dus mijn vriend zijn laptop staat nou hier. Want we gaan alles overzetten. En ik ga zijn laptop gebruiken om te editen, want hij gebruikt het toch niet meer zoveel. Maar altijd pech met elektronica. Even afkloppen. Ik ben niet van hout, maar... Nee, Pinocchio. Hier is hout. En de enige apparaat waar het tot nu toe nog niet raar doet bij mij is de Nintendo Switch. Maar ik had dus mijn camera opgeladen. Kijk, stekker zit er nog aan. Maar toen moest dus mijn vriend zijn laptop hier in het stopcontact doen. En vrouw had al gezegd van, waarschijnlijk kan ik je teleurstellen. Ik hoef niet op beeld, ik wil niet. Of ja, dat heeft ze niet gezegd. Nee, die is niet waar. Ik ga het niet altijd doen. Ze had al gezegd van, oké, waarschijnlijk ga ik je teleurstellen. Want ik moet ook snel weer weg en dit en dat. En ik zo, oh ja, dat begrijp ik wel. En eigenlijk meer zoiets van, we zien wel waar er van komt. Dat was helemaal niet zo heel makkelijk om vrouwtje het echt te zien. Ja, ik was dus bij vrouwtje, camera vergeten. Stond ik ook nog aan de verkeerde deur. Oh, het lijkt me van middelvinger. Camera vergeten, stond ik ook nog aan de verkeerde deur. Ik had echt verwacht, dat wordt super ongemakkelijk. Gelukkig waren de buren niet thuis. Mijn vrouwtje is echt super lief. En we hebben, die ouders gingen net weg. Heel raar, want ik ben zo gewend om haar interieur te zien. En om die vader, die voelde echt alsof ik hem alsof we kennissen waren. Of zo, heel raar. Hi, papa van vrouwtje. Leuk je ontmoet te hebben. Lekker awkward. Dat was wel een beetje awkward. Maar ja, we hebben, die ouders gingen net weg. Dus we hebben echt nog even... Papa die reed met mijn... Papa reed mij. Niet iedereen met mij. Nee, want ik kan helemaal niet rijden. Papa heeft mij gereden. En dat was super leuk. We zijn even nog een glaasje water binnenwezen drinken. Oh, wat zijn wij duur, hè. En het was echt super gezellig. Zo, ik sta echt in mijn eigen... Kijk, ik sta in mijn eigen schaduw. Ja, ik heb even heel een projectie en een lampje aangedaan. Maar ik heb dus de adventkalenders opgehaald. Ik heb echt nog, volgens mij, een half uur of zo met vrouwtje zitten kletsen. Het was echt super gezellig. Ja, ik heb binnenkort met vrouwtje een datum prikken om op te nemen. Of gezellig te kletsen of allebei. Of ik weet het niet. Maar we hebben al wel gemerkt dat die klik er wel is. Tenminste, we zitten echt gewoon... We kunnen volgens mij uren ouwe hoeren zonder dat we het in de gaten hebben. Mag ik dat trouwens zeggen? We kunnen uren kletsen zonder dat we het in de gaten hebben. En ja... Het voelt gewoon alsof ik haar al jaren ken. Is ook wel een beetje zo. Maar niet alsof ik haar al jaren persoonlijk ken. Maar ik heb dus hier de doos met adventkalenders. Lekker meteen een doos voor A4. Ik had er nog een plak cake gegeven. Dus ik heb meteen een bakje mee terug. Plak cake was taart.cake. Haha. Ik heb de adventkalenders. Als deze vlog online komt, heeft dat denk ik niet heel veel... Zo. Niet heel veel nut wat ik nou ga zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Als het goed is, ga ik morgen... Oh nee, niet kijken op de achterkant. Morgen de Alverde kalender opnemen. Maar de week na 12 oktober komt het als goed online. Ik ga het dus morgen opnemen. Echt super veel zin in. En in die video verwijs ik ook door, maar voor mij blijft deze tot kerst even liggen, naar... Ik ga
Zonnevloed. Die adventkalender, de ballet adventkalender, die heeft vrouwtje al geunboxed op haar kanaal. Dus mocht je die willen zien, check even de video van vrouwtje. Staat hier in de beschrijving. Ik zelf ga niet kijken, denk ik. Ja, misschien ook wel, want er toch op de achterkant producten. Ik weet nog niet, maar ik bewaar hem in ieder geval voor kerst. Alvast bij deze, shout-out naar Irene. Want die wou ook graag de Alverde adventkalender zien. En die is dankzij vrouwtje op dit kanaal terechtgekomen. Hoi Irene, vandaag zag ik je reactie. Heel awkward dit. Oké, ja, ik moet eens even kijken of de bestanden, maar dat is allemaal voor morgen denk ik. Ik ben dus vandaag bezig met alle bestanden overzetten en ja, ik ga nu dus alweer als een malle moer door elkaar zeveren. Ik denk dat ik nou even wat ga lezen. Misschien nog spelletjes spelen. Ik ben in twee boeken bezig, ik zal even... Hier sta ik echt heel ongemakkelijk. Oh, hallo. Dat was even donker. Ik ben gisteren in twee boeken begonnen. Ik wil weer nu per boek één hoofdstuk lezen per dag. Want ik ben... Hachi? Nee? Oké. In dit boek heb ik op dag 1 dat het uitkwam binnengekregen. Dat is gepreorderd. Nu ik je zie van Merlijn Kamerling. Mag ik niet zeggen. Doe ik lekker toch even. Gaat over Anthony Kamerling. Martijn is de zoon... Martijn? Waarom zeg ik Martijn? Merlijn is de zoon van Anthony Kamerling. En die was 11 toen Anthony zelfmoord pleegde. En ik vind Anthony Kamerling is altijd een heel inspirerend persoon voor mij geweest. En ik schrok wel echt van dat hij ook daadwerkelijk... Ik wist natuurlijk wel van zijn depressie zo. Maar ik schrok wel echt toen hij daadwerkelijk overleden was. En ik vind het altijd heel interessant om vanuit iemand die dan daar dichtbij staat zo'n boek te lezen. En ik ook net als de biografie van John Lennon vond ik gewoon... Ik vind zo'n boek heel interessant voor mensen die mij ook aangrijpen. En deze ben ik dus nu aan het lezen. En daardoor dacht ik ook van misschien moet ik dan ook toen ik je zag van Isa Hoes gaan lezen. Dus die heb ik even van mijn moeder geleend, want die had hem al. Maar die ga ik pas lezen als deze uit is. Ik denk trouwens dat eind oktober weer een Books I've Read online komt. Want ik ben ook weer in een nieuw baantjeboek bezig. Kermis in de Hel. Deze is geschreven door Peter Reumer. En die vind ik toch wat makkelijker lezen of zo. Maar hè, ik kan niet alles hebben. Dus ik ben een beetje aan het afwisselen. Dus ik denk dat ik even in de twee boekjes even een hoofdstukje ga lezen. En misschien moet ik daar even kijken hoe het met mijn laptop is. En misschien dat ik nog een spelletje ga doen. Waar is mijn telefoon nou weer? Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om te vertellen dat ik dus bij vrouw ben geweest. En het was echt super leuk. En ja, ik kan nu te veel. Ik voel me echt een beetje alsof dit de verkeerde kleur is. Van de ene kant wil ik heel graag nu dus die adventkalenders unboxen. Maar ik denk dat het beter is morgen als het licht is. Ik heb morgen ook alweer een drukke dag. Als zijnde, ik ga 's ochtends weer voor die quiz zitten. Die is nu vrijdag. Dus dat is ook wel leuk. Ik kan dan denk ik niks filmen. Dus dan moet ik even testen of alles het doet. Maar ja, ik moet even kijken. Want ik heb het nu dus op mijn externe schijf staan. Maar ik denk dat het even morgen op een stickje moeten gaan zetten. En dan misschien via een stickje in de tv. Ik weet het niet. Ik weet niet of zij de laptop meeneemt. Diegene die het zeg maar gaat organiseren voor de begeleiding. Morgen heb ik financiën. Daartussenin kan ik wel... Oh, eerst ga ik nog boodschappen doen. Ik moet nog een lijstje maken. Boodschappen. Quiz. Ja, maar er zit sowieso een gat tussen. Eten moet ik ook misschien een keer doen. Ik wil toch die video opnemen, denk ik. Dan heb ik het maar alvast gedaan. Maar ik wil hem dan ook editen als ik ergens tijd heb. Want ik na de financiën ook nog een soort... Ik ben dus naar een psychiater geweest omdat ik heb diagnose autisme. Maar ik merk gewoon dat er heel veel dingen zijn waar ik gewoon tegenaan loop. En is dat gewoon dat ik daar dan verder in behandeld moet worden? Of is er meer wat meespeelt? Ze dachten bijvoorbeeld heel erg aan ADD. Wat op zich niet vreemd is. Mensen met meisjes, vrouwen, met... Autisme komt heel vaak in combinatie met een andere stoornis. Nou, ik heb natuurlijk ook epilepsie, maar dat is natuurlijk valt helemaal niet in dat straatje. Ik zit er heel lang te leuteren, terwijl ik al lang had gezegd dat ik ging stoppen. Anyways, dat komt heel vaak in combinatie met iets bij vrouwen. Dus toen wou ze mij soort van niet opnieuw laten testen, maar aanvullend onderzoek doen. Ja, dat onderzoek gaan we morgen ga ik een intelligentietest doen, want ze vonden dat ik wel intelligent was of zo. Ja, ik zeg daar gewoon niet graag over mezelf. En dat gaat 2 uur duren, van 4 tot 6 waarschijnlijk. Dus dat wordt laat eten. En dan, daarna is het toch alweer tijd om te chillen. Dus ik ga morgen niet te veel doen. En als ik dan uiteindelijk pas dinsdag die video kan opnemen, is het ook prima. Ik moet woensdag of donderdag mijn opgemaakt opnemen. Dat moet ik wel echt doen. Mijn projecten weet ik nog niet hoe ik dat ga doen. Heeft voor mij ook geen haast, kan ik altijd nog wat extra video doen. Ik heb voor donderdag al wel een video ingepland. Vond ik leuk. Even een extra video is al lang online gekomen, als jullie het zien. En dan denk ik dat ik die maandag erop dus de adventkalenders online wil hebben. Dus heb ik in principe ook nog heel de week voor. Heel de week daarna zelfs.
Maar dat wil ik dan wel geëdit hebben. En ik heb ook zaterdag, komende zaterdag. Wow! Wow! Leek alsof ik een zonnebril op had. Komende zaterdag ga ik met... Oh, dat is komende zaterdag. Oh, maar dan wil ik dus gewoon uiterlijk dan... Waar is mijn telefoon? Ik kan er echt niet tegen dat ik mijn telefoon kwijt ben. Maar komende zaterdag ga ik Wie is de Mol bij mijn nichtje kijken. En ja, dan wil ik sowieso de video, dus de opmaakvideo, online hebben staan, geëdit hebben, hoe je het ook kan noemen. En dan ga ik echt stoppen hoor. Dan ga ik de video even... En ik denk dat tegen die tijd ik deze video ook wel geëdit heb... Zit hij in mijn tas? Zit hij in mijn jas? Waar is mijn telefoon? Diep, 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 diep. Sleutel. Oké, ik ga mijn telefoon zoeken. Zie jullie dan van de week wel een keer, of niet? Bye. Halleluja. Het is zondag 17 september, het is 10 voor 8 en het is knijterdonker buiten. Vind ik niet leuk. Ik heb mijn jas nog aan, as you can see. En mijn batterij is nu al bijna leeg, dat kan echt niet. Ik kom net van Vrouwtje af en ik natuurlijk met mijn goede bedoelingen. Ik zal ook eens een keer goed... Wow. Goed voorbereid zijn. Ik zei het laatst tegen jullie. En ik had Vrouwtje ook al gezegd. Oh, ik neem mijn vlogcamera wel mee. Dus ik heb mijn vlogcamera helemaal opgeladen. Maar dan heb ik vandaag wel echt mega hectische dag gehad. Ten eerste. Oh, hallo. Uitslapen is niet mijn ding. Ten tweede had ik dus vandaag wel gedaan. Dat is niet zo handig. Ten tweede. Best wel wat opzichtproblemen. Lekker wandeling gemaakt. Maar toen voordat we gingen wandelen. Kwam ik erachter dat mijn scherm in één keer tijdens de render op groen flikkerde. Van mijn laptop. Vond ik raar, dus mijn vriend de IT'er wou er even naar kijken. En volgens mij de hele middag kwijt. Wil het niet lukken? Ja, hectiek. Dus mijn vriend zijn laptop staat nou hier. Want we gaan alles overzetten. En ik ga zijn laptop gebruiken om te editen, want hij gebruikt het toch niet meer zoveel. Maar dan had ik pech met elektronica. Even afkloppen. Ik ben niet van hout, maar... Nee, Pinocchio. Hier is hout. Het enige apparaat dat tot nu toe nog niet raar doet bij mij is de Nintendo Switch. Maar ik had dus mijn camera opgeladen. Kijk, stekker zit er nog aan. Maar toen moest dus mijn vriend zijn laptop hier in het stopcontact doen. En Vrouwke had al gezegd van, waarschijnlijk ga ik je teleurstellen. Ik hoef niet op beeld, ik wil niet... Of ja, dat heeft ze niet gezegd. Nee, die is niet waar. Ik ga het niet als hij doen. Ze had al gezegd van, oké, waarschijnlijk ga ik je teleurstellen, want ik moet ook snel weer weg en dit en dat. Ik zo, oh ja, dat begrijp ik wel. En eigenlijk meer zoiets van, we zien wel waar er van komt. Dat was helemaal niet zo heel makkelijk om Vrouwke het echt te zien. Ja, ik was dus bij Vrouwke camera vergeten. Stond ik ook nog aan het verkeerde deur. Oh, het lijkt me van middelvingers. Camera vergeten, stond ik ook nog aan de verkeerde deur. Ik had echt verwacht, dat wordt super ongemakkelijk. Gelukkig waren de buren niet thuis. Maar Vrouwke is echt super lief. En we hebben, die ouders gingen net weg. Heel raar, want ik ben zo gewend om haar interieur te zien. En om die vader, die voelde echt alsof ik hem had, alsof we kennissen waren. Of zo, heel raar. Hi, papa van Vrouwtje. Leuk je ontmoet te hebben. Lekker awkward. Dat was wel een beetje awkward. Maar ja, we hebben, die ouders gingen net weg. Dus we hebben echt nog even... Papa die reed met mij. Papa reed mij. Niet iedereen met mij mee, want ik kan helemaal niet rijden. Papa heeft mij gereden en dat was super leuk. We zijn echt nog een glaasje water binnenwees drinken. Oh, wat zijn wij duur, hè? En wat echt super gezellig. Zo, ik sta echt in mijn eigen. Kijk, ik sta in mijn eigen schaduw. Ja, ik heb even heel een projectie hier een lampje aangedaan. Maar ik heb dus de adventkalenders opgehaald. Ik heb echt nog, volgens mij, een half uur of zo met Vrouwke zitten kletsen. Het was echt super gezellig. Ja, ik heb binnenkort met Vrouwke een datum prik om te op te nemen. Of gezellig te kletsen of allebei. Of ik weet het niet. Maar we hebben al wel gemerkt dat die klik er wel is. Tenminste, we zitten echt gewoon... We kunnen volgens mij uren ouwe hoeren zonder dat we het in de gaten hebben. Mag ik dat trouwens zeggen? We kunnen uren kletsen zonder dat we het in de gaten hebben. En ja... Het voelt gewoon alsof ik haar al jaren ken. Is ook wel een beetje zo. Maar niet alsof ik haar al jaren persoonlijk ken. Maar ik heb dus hier de doos met adventkalenders. Lekker meteen een doos voor A4. Ik had er nog een plak cake gegeven. Dus ik heb meteen een bakje mee terug. Plak cake was taart.cake. Haha. Ik heb de adventkalenders. Als deze vlog online komt, heeft dat denk ik niet heel veel... Zo. Niet heel veel nut wat ik nou ga zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Als het goed is, ga ik morgen... Oh nee, niet kijken op de achterkant. Morgen de Alverde kalender opnemen. Maar de week na 12 oktober komt eerst goed online. Ik ga het dus morgen opnemen. Echt super veel zin in. En in die video verwijs ik ook door, maar voor mij blijft deze tot kerst even liggen. Naar, ik ga het zo even doen. Die adventkalender, de ballet adventkalender, die heeft Vrouwtje al geunboxed op haar kanaal. Dus mocht je die willen zien, check even de video van Vrouwtje. Staat hier in de beschrijving. Ik zelf ga hem niet kijken, denk ik. Ja, misschien ook wel, want er toch op de achterkant producten. Ik weet nog niet, maar ik bewaar hem in ieder geval voor kerst. Alvast bij deze, shout-out naar Irene. Want die wou graag de Alverde adventkalender zien. En die is dankzij Vrouwtje op dit kanaal terechtgekomen.
Hoi Irene, vandaag zag ik je reactie. Heel awkward dit. Oké, ja, ik moet even kijken of de bestanden, maar dat is allemaal voor morgen denk ik. Ik ben dus vandaag bezig met allemaal bestanden overzetten en ja, ik ga nu dus alweer als een malle moer door elkaar zeveren. Ik denk dat ik nou even wat ga lezen. Misschien nog spelletjes spelen. Ik ben in 2 boeken bezig. Ik zal even... Hier sta ik echt heel ongemakkelijk. Oh, hallo. Dat was even donker. Ik ben gisteren in 2 boeken begonnen. Ik wil weer nu per boek 1 hoofdstuk lezen per dag. Want ik ben... Hachi? Nee? Oké. Okay. In dit boek heb ik op dag 1 dat het uitkwam binnengekregen. Dat is gepreorderd. Nu ik je zie van Merlijn Kamerling. Mag ik niet zeggen. Doe ik lekker toch even. Gaat over Anthony Kamerling. Martijn is de zoon... Martijn? Waarom zeg ik Martijn? Merlijn is de zoon van Anthony Kamerling. En die was 11 toen Anthony zelfmoord pleegde. En ik vind Anthony Kamerling is altijd een heel inspirerend persoon voor mij geweest. En ik schrok wel echt van dat hij ook daadwerkelijk... Ik wist natuurlijk wel van zijn depressie zo. Maar ik schrok wel echt toen hij daadwerkelijk overleden was. En ik vind het altijd heel interessant om met iemand die dan daar dichtbij staat zo'n boek te lezen. En ik ook net als de biografie van John Lennon vond ik gewoon... Ik vind zo'n boek heel interessant voor mensen die mij ook aangrijpen. En deze ben ik dus nu aan het lezen. En daardoor dacht ik ook van misschien moet ik dan ook toen ik je zag van Isa Hoes gaan lezen. Dus die heb ik even van mijn moeder geleend, want die had hem al. Maar die ga ik pas lezen als deze uit is. Ik denk trouwens dat eind oktober weer een Books I've Read online komt. Want ik ben ook weer in een nieuw Bounty-boek bezig. Kermis in de Hel. Deze is geschreven door Peter Reumer. En die vind ik toch wat makkelijker lezen of zo. Maar hè, ik ken niet alles hebben. Dus ik ben een beetje aan het afwisselen. Dus ik denk dat ik even in die 2 boekjes even een hoofdstukje ga lezen. En misschien moet ik daar even kijken hoe het met mijn laptop is. En misschien dat ik nog een spelletje ga doen. Waar is mijn telefoon nou weer? Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om te vertellen dat ik dus bij Vrouw ben geweest. En het was echt super leuk. En ja, ik kan nu te veel. Ik voel me echt een beetje alsof dit de verkeerde kleur is. Van de ene kant wil ik heel graag nu dus die adventkalenders unboxen. Maar ik denk dat het beter is morgen als het licht is. Ik heb morgen ook alweer een drukke dag. Als zijnde, ik ga 's ochtends weer voor die quiz zitten. Die is nu vrijdag. Dus dat is ook wel leuk. Ik kan dan denk ik niks filmen. Dus dan moet ik even testen of alles het doet. Maar ja, ik moet even kijken. Want ik heb het nu dus op mijn externe schijf staan. Maar ik denk dat we het even morgen op een stickje moeten gaan zetten. En dan misschien via een stickje in de tv. Ik weet het niet. Ik weet niet of zij de laptop meeneemt. Diegene die het zeg maar gaat organiseren voor de begeleiding. Morgen heb ik financiën. Daartussenin kan ik wel... Oh, eerst ga ik nog boodschappen doen. Ik moet nog een lijstje maken. Boodschappen. Quiz. Ja, maar er zit sowieso een gat tussen. Eten moet ik ook misschien een keer doen. Ik wil toch die video opnemen, denk ik. Dan heb ik het maar alvast gedaan. Maar ik wil hem dan ook editen als ik ergens tijd heb. Want ik na de financiën ook nog een soort... Ik ben dus naar een psychiater geweest omdat ik heb diagnose autisme. Maar ik merk gewoon dat er heel veel dingen zijn waar ik gewoon tegenaan loop. En is dat gewoon dat ik daar dan verder in behandeld moet worden? Of is er meer wat meespeelt? Ze dachten bijvoorbeeld heel erg aan ADD. Wat op zich niet vreemd is. Mensen met meisjes, vrouwen, met... Autisme komt heel vaak in combinatie met een andere stoornis. Nou, heb ik natuurlijk ook epilepsie, maar dat is natuurlijk valt helemaal niet in het straatje. Ik zit er heel lang te leuteren, terwijl ik al lang had gezegd dat ik ging stoppen. Anyways, dat komt heel vaak in combinatie met iets bij vrouwen. Dus toen wou ze mij een soort van niet opnieuw laten testen, maar aanvullend onderzoek doen. Ja, dat onderzoek dan gaan we morgen ga ik een intelligentietest doen, want ze vonden dat ik wel intelligent was of zo. Ja, ik zeg daar gewoon niet graag over mezelf. En dat gaat 2 uur duren, van 4 tot 6 waarschijnlijk. Dus dat wordt laat eten. En dan, daarna is het toch alweer tijd om te chillen. Dus ik ga morgen niet te veel doen. En als ik dan uiteindelijk pas dinsdag die video kan opnemen, is het ook prima. Ik moet woensdag of donderdag mijn opgemaakt opnemen. Dat moet ik wel echt doen. Mijn projecten weet ik nog niet hoe ik dat ga doen. Heeft voor mij ook geen haast, kan ik altijd nog wat extra video doen. Ik heb voor donderdag al wel een video ingepland. Vond ik leuk. Even een extra video. Is al lang online gekomen als jullie dit zien. En dan denk ik dat ik die maandag erop dus de adventkalenders online wil hebben. Dus heb ik in principe ook nog heel de week voor. Heel de week daarna zelfs. Maar daar wil ik dan wel geëdit hebben. En ik heb ook zaterdag, komende zaterdag. Wow! Leek alsof ik een zonnebril op had. Komende zaterdag ga ik met... Oh, dat is komende zaterdag. Oh, maar dan wil ik dus gewoon uiterlijk dan... Waar is mijn telefoon? Ik kan er echt niet tegen dat ik mijn telefoon kwijt ben. Maar komende zaterdag ga ik Wie is de Mol bij mijn nichtje kijken. En ja, dan wil ik sowieso de video, dus de opmachtvideo, online hebben staan, geëdit hebben, hoe je het ook wil noemen. En dan ga ik echt stoppen hoor. Dan ga ik de video even... En ik denk dat tegen die tijd ik deze video ook al geëdit heb... Zit hij in mijn tas? Zit hij in mijn jas? Waar is mijn telefoon? Diepidiep, diepidiep. Sleutel. Oké, ik ga mijn telefoon zoeken. Zie jullie dan van de week wel een keer, of niet? Bye.
Hoi iedereen, het is vandaag 8 oktober en ik heb al een tijdje niet gevlogd en ik weet zelfs niet of ik al heb laten weten dat ik problemen met mijn laptop gehad heb, Ik heb hem niet meer aangehad sinds ik dat heb, maar mijn scherm werd in één keer groen. Het is vandaag donderdag, ik ben vandaag naar Dankzin geweest en ik heb zelfs leuk nieuws, want ik ga volgende week vrijdag een cursus doen en waarschijnlijk ga ik bij mijn dagbesteding. En waarschijnlijk ga ik iets met Premiere Pro doen, dat is mijn editprogramma. Omdat ik gewoon meer me wil gaan verdiepen in de video's. Dus ik wil ervoor zorgen dat ik wat makkelijker kan editen. Ik ben nu ook bezig met editen. Ik wil deze vlog een beetje gaan afronden. Omdat ik eigenlijk denk, ik heb nou een beetje een beeld wanneer ik deze video online wil hebben. En dan wil ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk bestanden aan elkaar proppen. Ja, dan gaat er weer iemand lopen maaien of zo. Dus ja, ik wil gewoon met mijn dat stukje verder ontwikkelen. Vind ik trouwens heel leuk. Ik heb donderdag en gisteren samenhangende afspraak. Dat zit in mijn oog. Traantje of zo. Ik had gisteren de uitslag van mijn intelligentietest. Ik weet niet eens wat ik heb verteld. Waar ik best wel benieuwd naar was. Maar eigenlijk wel een hoop is uitgekomen. Maar eigenlijk ook weer niks. Ik heb speciaal onderwijs gedaan. En die testen zijn gemaakt op mensen die volkomen regulier onderwijs hebben gedaan. Ik heb wel gedeeltelijk regulier onderwijs gehad. Maar ik weet ook, ik mis heel veel algemene kennis. Omdat ik daar nooit op school heb gehad. Ik heb wel geteld een half jaar aardrijkskunde gehad in mijn hele leven. Los van de hoofdsteden van Nederland en de, zeg maar, de provincie met daarbij de borende hoofdsteden. Daar weet ik nog soort van wel. Dat was op de basisschool. Nederland, provincies, hoofdsteden. Volgens mij ook maar één jaar of zo, groep 7. Buiten dat heb ik dus een half jaar op regulier of middelbaar onderwijs aardrijkskunde gehad. En dat was letterlijk gebergte. En dan moest je op een kaartje kijken waar bijvoorbeeld 300, 400, 200 stond. En dan moest je inkleuren wat het hoogste was. Vrij weinig aardrijkskunde toch? Het is gewoon kijken en kleuren. Dus ja, mijn aardrijkskunde is niet heel denderend. Geschiedenis evenmin. Ik heb volgens mij 80 keer dingen over piramides en hunebedden en weet ik het allemaal gehad. Vraag mij niet om jaartallen. Maar ik denk dat de meeste kennis van geschiedenis ik van Bastien Adriaan heb. En ik geloof zelfs nog in Erik de Viking. Dus mocht je niet weten waar ik het over heb, dat is een improvisorisch nummer van Bastien Adriaan. Ben ik dus ook pas een paar jaar geleden achtergekomen. Bastien Adriaan een improvisorisch nummer toen destijds gemaakt. En ik heb dus nu, tot op de dag van vandaag, sinds ik dat weet, ben ik helemaal confused. Of die man nou wel of niet. Of dat, dat is natuurlijk een super educatief iets. En ik ben tot op de dag van vandaag nog helemaal confused. Of het nou verzonnen was. Of dat het ook waarheid is. En ik snap er echt helemaal geen reet meer van. Dus mijn intelligentie was op zich wel oké. Maar ze hebben eigenlijk een lijn kunnen trekken waar mijn minimum ligt. En dat wil zeggen dat ik wel gewoon normaal niveau heb gevolgd. Ik heb dus niet echt een opleiding gedaan, echt niet zeg maar. Maar hoe ik overkom en waarvan ik denk dat dat is wel wat je aan kan, durven ze me best wel op HBO te schatten. En dat is dus wel echt dat ik denk, gelukkig. Vanuit mijn school is er altijd eigenlijk de veilige weg gekozen. Oh, daar kun je toch niet, dus ga maar een stapje lager. De basisschool is natuurlijk heel veel rekening gehad met mijn epilepsie. Toen was mijn hele autisme nog niet gediagnosticeerd. Toen was ik gewoon een moeilijk kind met epilepsie. Een moeilijk kind als in moeilijk met concentreren, snel afgeleid, snel emotioneel, veel gepest, kwetsbaar. Dus dat. En ik wou naar een verhaal toe werken. Het is heel lastig als je niet weet wie er kijkt en of die wel of niet van je weten. En als je zelf al niet weet wat je hebt verteld. Maar daarbij ben ik dus altijd eigenlijk wat lager ingeschat. Oh ja, dan om vanwege dat je al zo hard je best moet doen, omdat je iedere keer eigenlijk, bijvoorbeeld als ik een som maak en je hebt van die verhaaltjes sommen, dan moet ik iedere keer opnieuw beginnen. En dan komt natuurlijk prestatie. Prestatie is dan natuurlijk echt een hele erge valkuil. Want op het moment dat ik meer stress krijg, krijg ik ook meer absences. Dus het is eigenlijk, ik zou dingen wel aankunnen, maar mijn absences die staan daarvoor in de weg. Maar dat is wel handig voor om te weten als ik bijvoorbeeld weer richting werk toe moet. Ja, echt, het systeem in Nederland is gewoon. Maar als ik dus weer richting werk toe moet en dat is een HBO-opleiding denkniveau vereist. Dat ik dan denk, ja, dan zou ik in principe dus gewoon moeten kunnen. Laat ik het zo zeggen, ik zeg altijd voor de grap. Ja, ik zei voor de grap, zei ik, waar dan een soort van, ik heb een soort van muur om me, ik heb een soort muur om me heen gebouwd met uit zelfbescherming. Dus ik zet altijd lager in, wat dus ook een stukje mee is gekomen van voorheen. Ik zet dat lager in omdat ik, om een soort van niet teleur te stellen of zo. Dus voor die intelligentietest was ik ook best wel benieuwd en vond ik het best wel spannend omdat ik echt gewoon geen goed gevoel erover had. Flashbacks na mijn examen. Dat er echt uitkwam dat ik echt gewoon, dat ik dacht, maar dit is helemaal niet realistisch. Ja, omdat ik bijvoorbeeld over aardrijkskunde of over geschiedenis gewoon heel weinig wist.
Je moet ook niet met hoofdrekenen naar me aankomen. Ik kan best wel rekenen, maar dan heb ik echt pen en papier nodig of ik moet het kunnen zien. Anders dan weet ik gewoon, ja, ik weet dat ik dat moet doen. Maar voordat ik het heb uitgerekend, ben ik alweer een uur verder en heb ik niet binnen de tijd gehaald. En al 10 krap niet ook begonnen. Ik word echt erg afgeleid door dat gezoom. Ik had echt zoiets van, ja, dadelijk komt er echt uit dat ik verstandelijk niet, nog net aanspreekbaar ben, zeg maar. Ik zei uit zelfbescherming al tegen mensen die zeiden van, ja, wat vind je ervan? Voordat het gesprek dus was. En ik zei gewoon van, ja, oké, dan komt er dadelijk uit dat ik dom ben. En dan heb ik dat ook maar weer. Als mensen dan iets zeggen, dan zeg ik gewoon, ja, dan weet ik niet, want ik ben dom. Dus meer zoiets voor mezelf, dat ik een soort van barricade opbouw of zo. Maar ja, daar ga ik misschien nog wel iets mee doen. Het heeft te maken met zelfbeeld, veel gepesten zijn. Van de ene kant heb ik geleerd om echt daar even niet zo heel veel meer om te geven. Als je een beetje aan de deur open staat. Daar, zie je dat? De deur open. Oh, ik zeg het. Zie je, dat bedoel ik dus. Van de ene kant bouw ik een soort barricade voor mezelf op door gewoon toch wel te doen wat ik leuk vind, mezelf te zijn. En dat kan heel goed alleen in mijn video's. Ik weet ook dat ik niet zo heel veel volgers heb. Maar van de ene kant echt super fijn is, want dan heb je ook minder dat mensen een haat naar je zaaien. Dat heb je toch wel, maar hè. Van de andere kant vind ik het gewoon super jammer, omdat ik echt het idee heb dat ik een beetje onzichtbaar ben of zo. Dat ik denk van, ja, hallo, ik ben al zoveel jaar bezig. En mensen die binnen een maand 300 volgers hebben, daar heb ik nog niet eens in. Hoe lang ben ik al bezig? 11 of zo? Bijna 10 jaar? Ja, ongeveer 10 jaar ouder op 10 jaar. Dan denk ik, ja, ik heb daar 300 volgers in 10 jaar. Doe ik iets fout? I don't know. Ik heb het ook aan vrouw gevraagd. Aan vrouwtje. Ik heb gevraagd, hey, what the hell? Heb je tips voor mij? Doe ik iets fout? Wat doe jij wel wat ik niet doe? Of andersom, weet je wel. Wat doe ik? En toen zei ze, ja, ik heb echt geen idee. Naar mijn mening doe jij hetzelfde als wat ik doe. En toen had ik echt iets van, ja, maar blijkbaar vinden ze jou wel en mij niet. Dus doe ik waarschijnlijk iets fout. Of in mijn zoekwoorden dat ik moeilijk te vinden ben. Of in mijn video's. Maar dan zou je ook denken dat ik misschien wel veel kijkers heb. I don't know. Dus ik ben ook heel druk bezig met dingen plannen. Ik heb een ik wil deze video, het is dus vandaag de 8e, lekker van de hak op de tak weer. En ik wil deze de 19e online gaan zetten. Voor komende week heb ik mijn 2 video's al gepland. Ik ben dus nu de adventkalender aan het editen. Die komt maandag online. Dat moet gewoon, dat wil ik. Ik verwacht vandaag nog een pakketje binnen. Die wil ik ook gaan opnemen. En dan ga ik die denk ik van het weekend editen. Eventueel samen met deze vlog. En dan komt die of de 22e of de 26e of de 29e online. Maar ik zit te denken om de 29e ook misschien iets van Halloween special of zo te doen. Ik weet het nog niet. Ik wil nog een palet bingo opnemen. En ik wil de Books I've Read sowieso deze maand opnemen. En ik wil nog Pando's Eyeshadows. Maar die Pando's Eyeshadows update wordt niet heel veel soeps. Dat weet ik van mezelf. Ik heb nog een ander project dat ik ook wil gaan doen. Maar van de ene kant heeft het ook weer geen haast. Het zou ook niet erg zijn als het bijvoorbeeld dan de 5e of zo online komt. 5 november. De 2e werd ik me opgemaakt online. Maar dat kan ook zijn dat ik daar dan weer omgooi. Maar ik wil dan denk ik 1 keer per maand gaan een vlog online gaan gooien. Dat heb ik al eerder gezegd. Maar daar ligt er ook wel echt een beetje aan of er veel dingen gebeuren. En ik zit nu alweer in zo'n flow dat je met de herfst en kaarsjes en schattig. En ja, ik heb alleen een beetje het nadeel dat mijn wederhelft de camera niks vindt of zo. Laat ik het daarop houden. En het is gewoon heel lastig. Dan, je moet wel gewoon rekening houden met elkaar. En ik ben ook niet iemand die snel buiten hop camera erbij pakt. Ja, ik vind deze video toch al wel denk ik heel lang geworden. Zelfs dit fragment. Dus dat ik eigenlijk denk, oei. Maar ik heb dus geen idee tot hoe ver ik nu zit. Ik heb ook echt geen idee wat ik nog allemaal van bestanden heb liggen. Ik moest dus alles overzetten naar mijn schijven. Dus die moet ik ook nog uitzoeken. Dus ik vind het wel fijn. Ik ben zondag bij mijn ouders. Dus dan ga ik echt even flink wat dingen editen en uitzoeken. En daarom hoop ik dus gewoon dat deze video, dat ik die gewoon vandaag al kan inplannen. Hoef ik ook niet te stressen van het weekend. En ik zie dat mijn computer een update moet hebben. Dus dan moet ik wel even dit af hebben en de computer opnieuw opstarten. Dat wou ik even gezegd hebben. Ik bereid deze rond ik deze video dus af. Mocht ik nou nog voor de 19e, komende week ergens, mocht ik nou nog bestanden hebben, dan komen die gewoon, of bestanden, inspiratie hebben, dan komen die gewoon bij de vlog van november. En ja, ik ga toch alweer richting het einde van het jaar. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar daar wordt wel gewoon voor mezelf ook dingen uitzoeken en ik weet het niet. Ik heb de adventkalender had ik als doel. Ik ga even, nee. Eline, hou op met zeveren. Nee, ik weet gewoon niet wat ik nog meer wil zeggen. En ik wil gewoon deze video dus ook niet te lang houden. Dus bij deze rond ik deze video af. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Tot de volgende keer. Bye.